was eigenlijk op zoek naar een plek waar ik kon schrijven, maar ook lekker in de natuur zijn. En dat is natuurlijk vrij beperkt tegenwoordig met die haven eromheen, maar we hebben hier toch nog een heel mooi stuk natuur in dit eiland, want het is nog steeds een eiland eigenlijk. Of eigenlijk is het meer nog een eiland dan het 10 jaar geleden was. Hè? Ik ben hier terechtgekomen omdat ik eigenlijk Hans Plomp en Gerben Hellinga vaak zag op presentaties. We zaten bij dezelfde uitgeverij. En ik heb op een gegeven moment gevraagd aan Hans of er niet voor mij ook een atelier was. En het is eigenlijk precies wat ik wilde hier. Dus ik schrijf op de eerste plaats mijn boeken. Ik kom op mijn schrijfmap. Maar waar is nou mijn schrijfmap? En ik lees veel. Ik kan hier veel beter lezen dan thuis, omdat ik veel minder word afgeleid. Komt ook door het feit dat we hier nog geen goed internet hebben, wat veel mensen een tekort vinden, maar eigenlijk een zegen is. Ik ben veel bezig met het groen, met het dorp zelf zijn we bezig met groenprojecten. Op dit moment zijn we bezig met de haven, die dus heel erg om ons heen zichtbaar is. Schepen die eigenlijk voortdurend als kerstbomen verlicht in de nacht. Dus wat we willen doen is eigenlijk een strook aan de noordkant, voor de dijk nog. Dus een strook ophogen en daar verschillende rijen bomen in verschillende lagen en rijen op bouwen. Of langzaam laten opkomen. Zodat de haven wat meer wordt afgeschermd. Ruigoord betekent voor mij vrijheid. Zijn wie je bent, wie je wilt zijn. Of worden wie je bent. En tegelijkertijd, het is ook een gemeenschap. Hè? Je komt ook mensen tegen. In mijn beroep zit je vooral eigenlijk achter een bureau te schrijven. Als je al mensen spreekt, is dat vaak op de social media of zo. In Ruigoord, het is toch echt. Het is een groep mensen. En ik heb best moeite eigenlijk met groepen mensen en met sociaal zijn. Maar dat is toch iets wat je nodig hebt. En ik vind dat ook wel een uitdaging eigenlijk.